Goedemorgen en welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag maandag. Lars is trainen en ik ben eventjes mezelf aan het klaarmaken, wasjes draaien, straks even een vlog editen. En dan komt Lars zo terug en dan gaan we richting Amsterdam. Ik ben echt gillend gek van mijn haar aan het worden. Ik kan het gewoon niet doen op een manier dat het niet boven mijn gezicht zit. Ja, toevallig valt het dan nu eindelijk even een keer goed, precies nu ik erover klaag. Maar die plukjes heel de tijd. Oh mijn god, knip nooit een pony. Echt. Hier dit. Verschrikkelijk. Het is gewoon... Het is niet te doen. Ik kan hier niks mee. Mijn god. Lars zei dat hij om 1 uur thuis zou zijn. Het is inmiddels... 3 uur. En we gaan eindelijk richting Amsterdam. Wat vind je zelf van je timing? Ik mag dus vandaag voor het eerst in Lars' auto rijden. En ik doe het fantastisch. En ik heb een lekker ontbijtje. Super healthy. Wat zit erop? Kaas. Kaas en? Kip. Dat lijkt met ananas of zo. Gadver. Ik hou niet van ananas. Nee? Het is wel goed voor je sperma. Nee. Zeggen ze. Gelukkig heb ik geen sperma. Nee? Nee. Was maar zo'n feest. Lekker? Ja. Happy? Nee. Jij was zeker wel een happy van mij. Nee. Oké, goed zo. Dank je. Alsjeblieft. Wat? Nee, ik was op de film. Hm? Ik was op de film. Te veel. Ja. Jij? Ik voel het weer zo. Hé, je zou maar niet meer filmen. Nee, omdat je altijd stom doet. Ik ben gewoon stom. Ja, dat is waar. Ga wat uitleggen over je dag. Leuk ben. Hoe was je dag? Zwaar. Zo. Ik heb voor het eerst op het veld gestaan. Was toch vorige week al? Ja, vrijdag, maar nu was het allemaal echt hard trainen. Vrijdag was een beetje testen. Maar ik heb weer een beetje pijn ook gekregen, dus het is niet echt een goede dag. En hoe lang speel je nu? Ik hoop dit weekend weer, man. Ik denk het nu. Stel dat je dit weekend speelt en je krijgt weer een trap, dan ga je toch dood? Ja. Is dat niet echt flex? Ik ben zo wit. Ik was snel even bij Noorsan en Olivia langs. En ik moet even Lars ophalen bij de kapper. Maar ik heb gezegd dat ik al onderweg ben. Het is nog een half uur rijden. En ik rij nu pas weg. Dus dat is niet zo aardig voor mij. Dus ik ga nu even snel opschieten. Ik vind het nog een moeilijke auto. Lars en ik zijn aan het eten. En Lars wil heel graag vastleggen hoe hij een eitje vangt. Nee, ik wil jou vastleggen, maar jij doet geen domme activiteit. Nee, ik ben gewoon bang dat het te warm is, dat het dan mijn gezicht verbrandt. Nou, voordat het op je huid komt, dan moet je een paar lagen door, schat. Dus, goeie grap. Het zal niet veranderen. Hele goeie grap. Dat is een van mijn sterke punten. Leuk grap. Jouw humor? Ja. Oké. Okay. Interesting. Niet bij jou hoor. Nee, ik wou het zeggen. Maar ja, je hebt gelukkig helemaal geen humor. Dus. Dit is Lars' favoriete sausje. Dit is pure knoflook met een beetje water. Soep. Knoflooksoep. Het is echt zo lekker. Hij doet altijd, dan krijgt hij nootjes en dan gaat hij ze in dat sausje leggen. Ja, in het begin krijg je gewoon van die Japanse mix van die nootjes. En die laat gewoon even 5 minuutjes dompelen in de saus. Dompelen? Ja. Die dompel je even onder. Dompel ik even onder. Of laat ik even weken in het sausje. Dan ga je ervoor. Net zo Mado langs lopen, of niet? Ik vind het heel leuk. Ik vind dat het goed gedaan is.
meen ik oprecht. Thanks. En ik ben weer lekker zalm aan het eten. Zalm niet. Ik zal het in schermen. Dat je AF cancelt of zo. Jij komt op YouTube. Nou, succes. Dankjewel. Ga ervoor. Het lukt nu niet. De Chang is nerveus. Oké, als het je lukt, betaal ik. Chang goed gooien. Ja, één. Oké, kut. Nou, kom op, schat. Je krijgt een kans. Als je hem vangt. Oké, als ik hem vang, wat hij. Ik vind het echt eng. Ja? Eng. Mis. Nee. Yes. Oh, ja, leg op je bord. Leg op je bord. Nee, nog niet op voor je. We hebben gegeten en zoveel knoflook dat ik... Ja, wat gebeurt er als je heel veel knoflook eet? Maar bij jou heeft maar één effect. Ik moest snel naar huis en helemaal want je scheet mij in je broek vol. Ja. Dus ik ben weer helemaal leeg. Ik had het goed niet kunnen eten. Zo, hoeveel weken ben je al? Nou? 82. Hij blijft nog even zitten. Kilo. Sexy als ik dat doe. En we zijn nu tv aan het kijken. Lars wil niet met me spelen. Ik wil gewoon nog iets leuks doen, maar dat zit er niet in bij deze droplul. Ik ga hem lekker klaarmaken voor bed. Hartstikke bedankt voor het kijken. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen. Eten abonneren op mijn kanaal als je dat niet gedaan hebt. En dan zie ik je graag morgen weer. Doei!